Daar zit ik dan met mijn vriend Mario. Um, waarom zit ik hier met mijn vriend Mario? Um, nou, we gaan het hebben over Nintendo en games van Nintendo. En waarom gaan we het over games van Nintendo hebben? Dat heeft alles te maken met The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom en um, In Warme Bubbles deze week. Ik kijk het vooral even terug, hartstikke leuk. Hadden we het over de kwaliteit van Nintendo games. Dus dat Nintendo nog echt games maakt. Ze zijn niet bezig met allerlei andere dingen om te laten zien... hoe fucking grafisch ze allemaal wel niet kunnen. De techniek en, en of politieke boodschappen, weet ik veel. Ze maken gewoon games. Games waarin je um, ja, gewoon als gamer de hoofdrol speelt... en waanzinnige avonturen kunt beleven. En de laatste Zelda game is dat. Dat is een waanzinnige avontuur. En ja, ik, ik zit daar helemaal... In. En Jelle had toen een opmerking van: Maakt Nintendo eigenlijk wel eens echte turds? Weet je wel echt gewoon hele slechte games? En toen zaten we te denken: En kijk, ik kan natuurlijk best wel een, een, een werkstukje maken over slechte games op de Switch of welk willekeurig ander. Nintendo systeem, maar dat zijn dan games die door andere partijen zijn gemaakt dan Nintendo. Nintendo heeft natuurlijk dat, dat seal of approval: de, quality, de kwaliteitsstempel van Nintendo. Elke game die op Nintendo uitkomt, die moet in ieder geval technisch gewoon goed draaien. En vaak uh, ja, hebben ze ook toch wel een redelijke uh, 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 inspraak als het gaat om ja, of de game leuk is om te spelen. Dus ik kon niet 1, 2, 3. Wat bedenken. Waar, waarmee ik dus op de vraag kwam. maakt Nintendo wel slechte games? En het zou toch niet zo zijn dat Nintendo gewoon alleen maar vette games maakt, Mario? Dat, dat kan niet. Dat, daar geloof ik helemaal niks van. Dus ik ben gaan zoeken. En ik kan je nu al een beetje verklappen dat het niet een hele makkelijke zoektocht was. Ik bedoel, uiteindelijk kun je natuurlijk wel uh, metagritic en al dat soort dingen uh, kijken. En ik heb me gebaseerd op de cijfers die de media gaf. En als, over het algemeen, als de, uh, de, de cijfers van de media laag waren, dan waren die van de consumenten nog een stukje lager. Uh, maar het was echt zoeken. Dus één conclusie kunnen we al trekken. Nintendo First Party. Want ik heb echt gekeken naar First Party. Want we hadden hier zo acht Pokémon-games uh, uh, kunnen neerzetten die niet goed waren. Maar die. Zijn niet door Nintendo zelf gemaakt. Dat is vaak een partnership. En zo gaat het nog op uh, voor heel veel andere games. Ik zocht echt games die Nintendo zelf maakte. En dan inderdaad is de conclusie, zeker als het gaat om de grote franchise, de Mario, de Metroid, de Zelda, um, ze maken niet zoveel slechte games. Ik bedoel, het zit altijd wel boven de 7. Vaak in de 8, uh, regelmatig in de 9 en heel soms zelfs in de 10. Als het bijvoorbeeld om een Zelda gaat of een Metroid of een Mario game. D dat. Uh, ja, daarvoor moeten we ze dus absoluut complimenten geven. Dus het is niet zo gek dat ik daar even niet op kwam en Jelle ook niet. Maar ik heb toch 10 uh, 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 gebakken rollen kunnen vinden. Um, en die ga ik gewoon even met jullie doornemen. Um, waarschijnlijk. Maybe it does ring a bell. Uh, memory lane. Denk je opeens van: fuck, dat heb ik ook gespeeld. En wat was dat kut? Uh, dus vandaar dat het misschien best toch wel leuk kan zijn. Ondanks dat dit een beetje een negatief uh, item is. Um, op, ja, eigenlijk de eerste game die ik wil bespreken. Heeft niet echt een onvoldoende: een 6.3. En ik heb een hele tijd op school en op de universiteit gezeten. waarbij ik echt mikte op de 6.3 of de 6.2. En 5.9 was ook nog goed. Zo min mogelijk doen en toch wel gewoon steeds je voldoende pakken. Dus dit is een voldoende. Maar voor Nintendo-begrippen is een 6.3 echt heel erg karig. En die game is. daar is die dan. Wii Music. Ja, dames en heren. Uh, ik heb hier werkelijk kapot om gelachen. toen Miyamoto. Uh, of in ieder geval, ja nou ja, jezus, ik kan er niet eens naar kijken. Dan ga ik al lachen. Dus ik doe even mijn handen voor mijn hoofd. Um, ik weet niet wie dat bedacht had. Van, we weten allemaal dat er... Ja, je kon met die Switch kon je bewegen en wapperen. En allemaal hartstikke leuk. Het is allemaal super succesvol. Maar het idee om er dan ook nog muziek mee te gaan maken. En dat kwam ook echt bij Miyamoto zelf vandaan. Want hij had iets met muziek. En hij heeft ook die shit lopen spelen op D3. En dat was dan met die drummer geloof ik. Het was verschrikkelijk. En um, het... Nou, ten eerste werkte het niet echt heel erg top. Uh, het had weinig met muziek te maken. En ten tweede, um, je zag er al een beetje als een douchebag uit. Als iemand vanuit buiten je kamer binnenkeek. Uh, van, en je stond daar te wapperen voor je scherm. Maar ja, dat, dit. Ja, een klein beetje debiel. Excusez-le-mo. Een uh, 6.3 dus. Wie Music? Uh, die heb ik er even bij gepakt. Uh, dit was toch wel echt een grote titel. En hij was gewoon niet goed. Nintendo probeert veel uit. Krets voor dat. Um, ze zijn altijd bezig. Ik bedoel, je hebt ook die, die. Ik ben even de naam kwijt, maar uh, dat ze met karton allerlei dingen aan het maken waren. Ze zijn super creatief in dat soort dingen. Maar niet altijd is het een home run. En dit was het zeker geen home run. Dan gaan we naar de volgende game. Uh, die kreeg een 5,9. Dat is dus een gemiddeld cijfer op Metacritic. En dat hou ik even voor dit item aan als uh, zeg maar de richtlijn. Uh, het was een game die je op de mobiel kon spelen: uh, Mario Kart Tour. En dit, toen ik hoorde dat dit zou komen, Mario Kart op de mobiel, dacht ik. Fuck. Dat gaat leuk zijn. Uh, dat wil ik hebben. Uh, zeker als je bijvoorbeeld een backbone erop aan zou kunnen sluiten op je mobiel. Dan kan je perfect gewoon uh, Mario Kart spelen. Nou ja, er zaten wel een paar problemen aan deze game. Ten eerste de controls. Je moest daar met je vingers swipen en gas geven. En weet ik allemaal, nou, je weet allemaal, dat werkt voor geen ene meter. Dat, dat doet het gewoon niet. Ten tweede, het zat vol met microtransactions. En Nintendo en microtransactions niet doen, weet je wel, dat is niet des Nintendo's, Nintendo games zijn al hartstikke duur, een Amiibo is al hartstikke duur uh, maar het is het geld waard, maar uh, dat je bijvoorbeeld voor de 250cc uh, zomaar 5 dollar moest betalen om erin te komen, weet je, dat is het bullshit dat werd niet echt gepruimd, niet door de media niet door de gamers, uh, een 5.9 en Nintendo heeft later ook wel toegegeven dat ze het best wel lastig vonden om iets te maken op de mobiel wat een beetje winstgevend was en een beetje bleef hangen Gaan we naar de volgende. Een 5,8. Uh, voor een serie uh, die best leuk is. Mario Tennis, heb ik het over. Maar. Mario Tennis Ultra Smash. Die deed het niet heel erg goed. Uh, het was op de. Uh, ja, de Wii U. Het, het was karig. Er zaten weinig modes in. Uh, ja, alsof het. Alsof Nintendo het idee had van hey, die Wii U die, die werkt gewoon niet en dat deed het ook niet. En dat ze iets hadden van oké okay, dan kunnen we wel wegkomen met een game voor 60 dollar waar gewoon eigenlijk helemaal geen ene reet in uh, uh, te doen is. Ook eigenlijk volledig draaide om single player terwijl dit natuurlijk eigenlijk een soort van vereelde party game was. Het was niet tof. Uh, dit was leuk op de Switch. Um, ik vind het, uh, of tenminste het was leuk op de Wii. Ik vind het op de Switch, uh, uh, vind ik het ook leuk. Uh, maar dit was gewoon echt een drolle bak Eerste klas. Een 5.8. Uh, ik had hem zelfs nog wel lager gegeven. Want dit is niet waar Mario Tennis om draait. Goed. We gaan zakken jongens. We gaan zakken. Uh, dit was tot nu toe allemaal een 6-min, dus een voldoende. Ik was er blij geweest. Maar we gaan nu naar de onvoldoende. Onder de 5.5 is een onvoldoende. Daar was ik dan weer niet blij geweest, mee geweest op school. Want dat betekent gewoon uh, dat ik dan weer ergens een 7-tje moest gaan scoren... om dat weer te, te, te niveleren. Hè? Weg te strepen tegen elkaar. Uh, Mario Party Advanced. Uh, Mario Party, dan van al die franchises... is dan wel één van de franchises waar... Er zitten wat achtjes bij. Maar er zitten ook heel veel zeventjes bij. En af en toe een zesje. En deze die zakte door de ondergrens heen. Vaar uh, uh, 5,4. Uh, en waarom dan? En ja, als, je dat dan, als ik dat ga uitleggen, dan zul je denken: van... Uh, waarom hebben ze dit dan gemaakt? Dat past er toch helemaal niet bij. Mario Party is natuurlijk een game die je met je vrienden speelt. Uh, het is een party game. Je weet wel, met z'n allen om tafel. En dan, of je het nou met de Wii deed of met de Switch, whatever. Uh, gillen, lachen, brullen. Uh, om uh, de fouten die iemand anders maakt. en uh, de kwaliteit van de winnende speler. Dat was gewoon leuk. En dit was wa een, een vrijwel volledige singleplayer-ervaring. Ja. waar haal je dan je lol uit? Ja, misschien highscore zetten, maar daar heb je betere games voor. Dit klopte gewoon niet. Dit, dit hele. Uh, idee erachter klopte gewoon van geen ene meter en vergeheid dat uh, uh, mensen een 5,4 gaven. Volgens mij uh, wist Nintendo daarna ook wel dat ze dus geen solo Mario Party games moesten gaan maken. Dan een tiende lager, een 5,3 WarioWare Snapt. Ik moest even goed zoeken of er nog beeld van was. En niet al het beeld wat we in dit item gebruiken is even kwalitatief hoogstaand. Dat komt omdat het oude games zijn. En dan, ja, sommigen moest ik op 360 gaan, uh, gaan capturen. Um, ja, dit was dus ja, een fotogame. En uh, er zat weinig te spelen in. Je ziet hier Iwata. Um, weinig om te spelen. En het maakte ook nog eens een keer echt op een crappy manier gebruik van de cam. Ja, je krijgt dit soort shit. En als je dit ziet, ja, het doet pijn aan je ogen. Als je ziet wat voor prachtige games Nintendo kan maken. En ook hier zul je, is het ook wel weer een beetje uh, te vergeven, als het ware. Nintendo probeert gewoon dingen uit. En met die cam hebben ze echt wel een aantal leuke dingen gemaakt, gedaan. Alleen dit werkte gewoon niet tof. Uh, ja, ik bedoel, ja, ik zie dan hier wel een soort van Iwata in. Maar niet oké. Okay. En um, ja. Uh, mensen vergaten deze game ook al snel en uh, ging. Ik weet niet eens of het de budgetbak in ging, want Nintendo doet zo vaak niet aan budgetbakken. Maar heel weinig mensen hebben dit dan gespeeld. We blijven een beetje op de fototour, want we gaan naar de volgende game toe. Uh, die game is gebaseerd op een, uh, een, 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 uh, uh, een franchise waar Nintendo best wel wat leuke dingen mee heeft gedaan. Maar hier sloegen ze de plank volledig mis. Uh, het is Chibi Robo Photo Finder. Uh, ook dit was weer een, uh, een game die je uh, uh, gebruikte uh, met de cam erbij. Um, ja, er zat ook wat uh, platform gaming bij. Uh, maar het was saai. Um, slecht werkende minigames zaten erin. Uh, en ook hier weer die 3DS-cam. Ja. Jongens toch? Het uh, uh, was gewoon niet tof. Dit was gewoon niet tof. En het lullig is dat deze serie hierdoor, he, de, de, de Chibi Robo-franchise, heeft hier ook wel een behoorlijke beuk van gehad. Want ik weet niet uh, of er nou echt heel veel hierna nog is uitgekomen met de Chibi Robo erin. Maar ja, het, als je dit ook gewoon weer kijkt, jongens. Het is. Ja, goed. Um... Zullig, niet leuk, niet funny. Uh, Nintendo humor is niet altijd even sterk, vind ik. Dat vind ik niet hun sterkste kant. Het is vaak niet echt mature. Het is gewoon wat, wat kinderachtig. Uh, het is gebruikersvriendelijk, weet je wel. Het zal nooit echt een scherp randje aan zitten. Maakt ook niet uit omdat ze prachtige games maken. Het hoeft niet. Maar hier proberen ze dan wel lollig in te zijn. Werkte niet echt. Goed, we zitten al op een 4,9, jongens. Nu, nu, nu wordt het echt wel serieus, uh, serieus K. Um, een 4,8 voor een game. Dat kan ik me nog wel goed herinneren. Volgens mij was dat met Shelly dat ik ooit naar een Nintendo-feest ben geweest. Uh, in de W, een hotel in Amsterdam. Echt een trendy hotel. Uh, dat was ook een beetje om de Switch voor het eerst, eerst te gaan uh, bevoelen. En daar was deze game ook bij, jongens. De 1, 2, Switch, ja, echt. Ja, ik, als je dit ook ziet, jongen. Die stomme minigames die je erbij moest gaan doen. Uh, ja, weet je wel. Uh, ja, kom op, jongens. Ja, ik, ik, ik zit nu even naar die trailer te kijken. Het is ja, dit dan ook, weet je wel. Wie, wie trekt het eerst zijn gun? En, uh, ja, goed. Ik, ik, het is zo knullig en zo leuk. En misschien ook wel lief dat ik dan Nintendo ook wel weer hiervoor kan. Uh, uh, ik, ik vind het ook wel grappig en zo. Uh, maar ja, goed. Ja, het was een full price game volgens mij. Dit had gewoon bij de Switch moeten zitten als een gratis game. En uh, het, 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 er komen zoveel mooie games uit op de Switch. Weet je, dit is gewoon een beetje stupide. Uh, helemaal als je op een gegeven moment doorhoudt uh, dat je helemaal niet meer uh, zo heftige beweging hoeft te maken, maar alleen maar dit hoeft te doen. En dat, dat had dan weer hetzelfde effect. Uh, nee, ja, echt uh, wel een hele leuke trailer. Maar uh, bullshit. En dus een 4,8. We hebben er nog drie over. We zakken lager en lager en lager. We gaan nu naar een 4,6 op Metacritic toe. Donkey Kong: Barrel Blast. Uh, ja, een race game met Donkey Kong. Uh, en, en iets met die bongo-controles. En. Uh, Noontjouk-controles, weet je, het is doorontwikkeld weer voor de Wii U. Um, ja, of de Wii uiteindelijk. Um, het was gewoon niet goed. Um, het werkte niet goed. En de controls, ja, sowieso dit, whatever, weet je wel. Maar het reageerde ook gewoon niet goed op die game. Waardoor die game gewoon eigenlijk niet lekker speelbaar was. En... Als een game niet lekker spelbaar was, ja, dan houdt het al vrij snel op. Uh, een 4,6 dus een flinke onvoldoende. Voor Nintendo. Uh, wat ik al zeg, ik heb hier echt wel even moeten naar zoeken. En uh, ik kon echt wel wat sessies uh, zoeken. En af en toe ook nog wel een hoog vijfje. Maar lager dan een 5, dan moet je echt al goed gaan graven. Um, we gaan nu naar ook een 4,6 toe. En wederom: Donkey Kong, dat was een grote franchise. Animal Crossing is ook een grote franchise. Een. Hele grote franchise van Nintendo. En eigenlijk kun je niet zo heel veel fout doen aan die game. Want um, het heeft een vaste uh, 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 insteek, een vast concept. En dat rol je gewoon elke keer uit. En elke keer is het gewoon hartstikke tof. Alleen hier ging ze helemaal de mis in. Dit was de Animal Crossing Amiibo Festival. Um, dit was namelijk niet een traditionele Animal Crossing. Maar dit was een soort van board game. Waarbij je dus en dure Amiibo's moest kopen. En. Jongens, ik kon NFT-cards kopen in deze game. Ja, je hoort het goed. Uh, mensen pruimden dit niet. Mensen hadden zoiets dus van... Dit is gewoon fucking niet Animal Crossing. Zo werkt dat niet. Ik vind die Amiibos hartstikke leuk. Maar dan moet ik er heel veel kopen. Anders kom ik niet ver in die game. Dan moet ik die NFT-shit kopen. Dat wil ik niet. Die cards. Um, Nintendo doet dit niet. Net zoals Mario Kart Tour. En uh, de Microsoft Sections. Nintendo, dat is niet des Nintendo's. Geef mij gewoon normale shit die je altijd maakt en ik betaal er gif goed geld voor, maar kom niet met die neppe shit die al die andere publishers allemaal doen. Nintendo moet Nintendo blijven. Dit werd eigenlijk vrijwel volledig uh, afgekat door de media en uh, met een 4.6 denk ik dat we dit heel gauw moeten gaan Vergeten. Uh, Mario, we zijn bij de laatste game uitgekomen. De allerslechtste game die ik heb kunnen vinden. Uh, het is jammer dat Mario niks kan zeggen en niks mag zeggen. Anders had hij het kunnen presenteren. Dat moet ik dan doen. En ik vind het dan weer wel sympathiek van Nintendo dat ze ook um, feitelijk um, wisten dat dit een slechte game was. En dus ook een. Een woordspeling maakte op, uh, het slechte, op de slechte kwaliteit van het spel. We hebben het namelijk over Devil's Third. Het is natuurlijk Third, maar het is Devil's Third. Want het is echt een drol van je eerste uh, orde geworden. Uh, het is samen met THQ dan wel gemaakt. Uh, maar wel met een degelijke Nintendo-invloed. Het wordt door heel veel mensen ook gezien als een van de slechtste dingen... die Nintendo echt ondersteund heeft. Uh, een een, 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 een action-adventure-shooter... Uh, ja, die gewoon niet lekker werkte uh, bij Nintendo. Het past ook helemaal niet binnen dit. Ja, op de Nintendo. Uh, 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 in de Nintendo-wereld. Um, werkte niet goed. Een 4.3. Um, Afgekamd. In Japan vonden ze het dan nog wel aardig. Maar die hebben af en toe wel best een, een, een aparte smaak. Maar uh, hier in Europa. Scoorde niet. En um, was dus blijkbaar de naam van de game. Helemaal waard. Devils. Inderdaad, um, ja lager dan een 4.3 ben ik gewoon niet gekomen. En natuurlijk zullen mensen roepen, ja maar ik vind die game veel slechter en ik vind die game veel slechter. En uh, dat zal allemaal wel, maar dan is het je eigen smaak. Het gaat erom uiteindelijk dat het een gemiddelde is van metacritic. En dit was toch wel een van de, ja deze tien uh, heb ik kunnen vinden die eigenlijk gewoon uh, uh, feitelijk, want een 6.3 voor de Mii Music is eigenlijk een onvoldoende, maar die voor Nintendo begrippen, die echt altijd vrij stationair gewoon altijd een 7 of hoger scoren, uh, dermate slechte cijfers um, uh, opleverden dat ze in dit item zijn gekomen. Dus Jelle, ik weet niet of je dit item kent, er zijn dus wel degelijk games van Nintendo die niet goed waren. Ik moet er wel heerlijk, heel eerlijk bij bekennen, het zijn bijna altijd een soort van Uitstapjes, uitprobeerseltjes, kijken of een bepaalde techniek past bij een bepaalde franchise. Het is nooit dat bijvoorbeeld een nieuwe The Legend of Zelda, een nieuwe Super Mario, een nieuwe Metroid gewoon slecht is. Want als dat zo is, dat hebben we gezien bij Metroid, Metroid 4, dan cancelt Nintendo gewoon zelf die game. Ze gaan hem niet uitbrengen, ze doen ze pas als hij goed is. Gelukkig. Daar ben ik blij mee. Dus uh, Mario, Mario zet ik gewoon weer netjes in de gang neer. Ik bedoel, dan verbleek hij verder totdat er echt helemaal geen kleur meer op, uh, uh, op Mario zit. Nintendo maakt wel degelijk slechte games, maar niet heel erg vaak. Ja.